Ondanks het wisselvallige veer is er rond 2 uur al veel publiek. En dat moet ook, want de Bikse vissen zijn afhankelijk van de bezoekers. Aan hen kun je zien dat het niet om een popfestival gaat. Hoewel het grootste deel van de mensen uit jongeren bestaat, zie je ook veel oudere mensen, kinderen en hele gezinnen met ooms en tantes. Er wordt dan ook een programma gebracht waarin ieder wel iets vindt wat de moeite waard is. In de loop van de dag raakt de Vrijthof zo afgeladen vol dat het moeilijk is om zomaar wat rond te lopen. Uitbreiding van de terreinen zou hard nodig zijn. En dat kan ook, want in de omgeving van de Vrijthof liggen nog enkele geschikte terreinen. Maar de gemeente weigert hiervoor vergunning af te geven. Net als voor een uitbreiding na 2 dagen. Hierover de voorzitter van het stichtingsbestuur. Jeff, vertel eens hoe het deze jaar mee in de samenwerking met de gemeente gaat. Nou, zoals van ouds mag ik wel zeggen. Dat betekent dus werk zo nietig. De gemeente die heeft op de eerste plaats geweigerd om een dag extra te geven voor de Bikse vissen. Dus de zaterdag erbij, daar keuren ze af omdat het niet primair in het belang was van de Beekse bevolking. Hebben ze dat nog, hebben ze dat nog toegelicht? Nee, dat hebben ze niet toegelicht. Dat konden ze ook moeilijk toelichten, denk ik, want het is natuurlijk weer een de sector kutsmoesjes, vind ik. Ja. Ze hebben het ook gehad over orde en veiligheid en dat soort zaken. Die zouden in het gedrang komen bij overnachting van grote aantallen mensen. Ja. Terwijl de eerste dag bedoeld was om juist niet met zulke massa's mensen te werken, maar met 1000 of 2000 man en dan met die mensen samen iets te gaan doen. Dat die mensen zelf actief konden worden op die dag. Dat dan ook meer in het teken van die vredesbeweging, het thema van Bikse vissen deze jaar. Dat de mensen zelf konden ontdekken op wat voor manier je ook een bijdrage kunt leveren aan die vredesbeweging. Zoals wij volgens ons met de Bikse vissen ook voor een stuk doen. Het probleem dat ook al jaren speelt is de afrekening. De rekening die de gemeente ons stuurt vinden wij elk jaar veel te hoog. En de gemeente heeft dat dit jaar omzeild door tevoren al te stellen dat de bikvisten 10.000 gulden staangeld moeten betalen aan de gemeente. Daar zou 5.000 gulden van tevoren betaald moeten worden, anders zouden we de vergunning niet krijgen. Ja. Dat is inmiddels wel opgelost. De vergunning is afgeleverd zonder dat we die 5.000 gulden betaald hebben. Maar het komt dus onvermijdelijk achteraf het gebakkelei over die 10.000 gulden. Dat wij veel te hoog vinden, wat we ook van tevoren tegen de gemeente gezegd hebben van dat we het belachelijk vinden om als gemeente winst te gaan maken, dus een belasting te heffen op een festival als de Bikse Vissen is. A unique piece of equipment, none other than an ordinary piece of household elastic. With this elastic, I shall perform an experimentation with the velocity of speed. But first, I must introduce a man with exceptional proportions. The teeth are made of metal. The man with the tungsten teeth, please a big hello for Seagull! No.
I'm going to place one end of this elastic inside your teeth. Het thema van de Big Fish 89 is de vredesbeweging. En Gerrit, jij bent degene die hier de informatiemarkt een beetje hebt gecoördineerd. Ja. Hoe hebben jullie dat thema in die informatiemarkt proberen te verwerken? Nou, op verschillende manieren. Kijk, zo staan er het IKV, Kerk en Vrede, werkgroep Stop Neutronenbom, Zwaarder Ploegschaar. Maar ook organisaties zoals de VD, Onkruid, de Vrouwenbeweging, Kernenergie. Ja, dat zijn toch allemaal organisaties waarmee de link naar de vredesbeweging wel duidelijk te leggen is volgens mij. En we vinden ook heel belangrijk dat dergelijke instanties ook op zo'n gebeuren een beetje aan bod kunnen komen.